Hey allemaal, ik dacht ik ga eens een filmpje maken over supplementen. Een onderwerp waar je uren over kunt praten. En als je het aan verschillende mensen vraagt, krijg je allemaal verschillende meningen. Maar ik heb er nu al een aantal jaar ervaring mee. In die zin, ik praat er met heel veel mensen over. Ik heb een aantal mensen om me heen die daar heel veel verstand van hebben. Er zijn ook mensen die er juist heel erg tegen zijn. Dus ik heb in de afgelopen jaren al die informatie zitten opzuigen. En zelf ervaringen opgedaan. En dingen geproefd en geprobeerd en ervaren. En ik wilde graag wat van die kennis met je delen. Nou, dit is een deel van mijn collectie. En ik kan niet echt nu van alles gaan vertellen wat erin zit en wat het doet. Maar wel even van een aantal dingen natuurlijk. Dit is mijn basis, mijn multivitamine mineralen. Op dit moment is dat deze. Ik wissel nog wel eens. Ik heb een tijd Solgar Omnium gebruikt, waar ik heel erg blij van word. Er zijn wel eens andere merken die ik gebruik. Ik wil hem altijd graag zo biologisch mogelijk. Dat is deze niet. Solgar Omnium in principe ook niet. Maar ik vind Solgar nog steeds wel een heel prettig merk. En daarbij zijn er een aantal dingen die bij mij eigenlijk bijna iedere dag wel terugkomen. Dat is sowieso magnesium, wat ik heel erg prettig vind. Daar heb je misschien wel eens over gelezen. Dat de meeste van ons daar tekorten aan hebben. Onze voeding is heel erg verarmd. Zo is de mening van velen. En het zit gewoon niet meer in onze voeding. En hoe weet je dan of je een magnesiumtekort hebt? Nou, dat uitzicht bijvoorbeeld in veel spierspanning, hoofdpijn, nek- en schouder, spierpijn altijd, menstruatieklachten, andere krampen, krampen in je enkels en in je, of in je kuiten en onder je voeten 's ochtends, weet je wel, als je uitrekt. Daar kun je het heel erg aan merken. Ik vind het heerlijk. Je slaapt erop heel lekker op. Nou, slaap ik sowieso goed, maar dit is heel fijn. Goed, nog meer dingen die eigenlijk iedere dag wel terugkomen, is mijn omega 3. Zo kun je hem wel een beetje zien. EPA, DHA, ook hoog gedoseerd. Heel belangrijk, is veel om te doen. In die zin, er zijn allerlei verschillende merken. Shop daarin goed, kijk goed in de rondte, praat er met verschillende mensen over. Het is heel erg belangrijk wat de bron ervan is. Waar hebben ze het vandaan gehaald? Is het gezuiverd? Dat soort dingen. En bij een goede drogist kunnen ze je echt goede dingen vertellen daarover. Maar wat is hier nou zo belangrijk aan? Nou ja, goed, dit is in feite de essentie van goede vetten. Avocado, vette vis, noten, dat soort dingen. En het is soms wel eens moeilijk om daar genoeg aan binnen te krijgen. Dus ik vind het fijn om dat te suppleren. Omega 3. Dus hou die in de gaten. Je hebt ook 6 en 9. Daar is nog meer over te zeggen. Maar nogmaals, daar moet je even advies voor gaan vragen. Oké, dan zijn er een aantal dingen die bij een gestrest leven heel erg goed werken, vind ik. Dat is GABA, ashwagandha en mijn B-beetjes, B-complex en B12. Als ik een wat gestrestere periode heb, dan vind ik dat fijn. Ashwagandha en GABA echt wat meer voor de mentale rust. En B is echt puur voor meer energie. Ook hierin geldt weer, wat eigenlijk voor alle supplementen geldt, laat je goed adviseren. Kijk goed naar de herkomst, kijk goed naar de concentratie van hoeveel stoffen erin zitten. En nu vraag je je natuurlijk af, ja Jacqueline, hartstikke leuk, maar wat heb ik dan nodig als ik dat niet weet? Nogmaals, ga dan niet naar een winkel waar gewoon Jan en Alleman voor €3,95 een multivitaminetje of weet ik het, of merken die je ook in de reclame terugziet. Maar ga echt naar een specialistische winkel waar ze de duurdere merken voeren. Zoals bijvoorbeeld een Ortica, een Solgar. Dat soort merken. Waarom? Omdat daar over het algemeen mensen werken die echt opgeleid en getraind zijn in voedingssupplementen. En goed weten waar ze het over hebben. En dat is echt belangrijk, jongens. Oké, nog een aantal tipjes. Dit is heel erg mooi. Okinawa zeekoraalmineralen. Dat zijn eigenlijk alle mineralen en spoorelementen die je nodig hebt. Super goed opneembaar. Ik word hier heel blij van. Überhaupt de Health Factory word je heel blij van. Daar komt nog wel eens een los filmpje over. En een open deurtje. Vitamine C vind ik heel erg fijn om altijd te slikken. Er zijn ook periodes dat ik het niet doe. Maar ja, ik vind dat fijn om dat extra te suppleren. Er is een tijd geweest, volgens mij in de tijd dat ik jong was, in de jaren 80, dat het heel hip was, vitamine C. En dan kregen we altijd van die hele kleintjes van je moeder, die waren heel lekker. Maar die hadden denk ik 10 milligram of zo. Het is apart dat we nu 1000 nemen. Zo zitten we dus steeds in de voedingswereld en in de suppletiewereld. Zijn er weer andere waarheden, andere trends, andere hypes. Over een hype gesproken, maar wel een hele belangrijke. Niet zozeer een hype, maar ik hoop dat die gewoon blijft. Dus iets wat we hard nodig hebben is vitamine D3. Zien jullie het wel een beetje?
D3. Zorg ik weer dat die hoog gedoseerd is, jongens. Niet het meest toegankelijke, goedkope merk kopen, maar ook daar weer goed induiken. Je hebt daar echt veel van nodig, want we hebben ernstige tekorten. En je zal het, zoals het mij is verteld, zeker een jaar moeten nemen om je niveau hiervan wat omhoog te krikken. Nou, dan heb ik nog wat losse dingetjes. Probiotica voor sommige periodes. En comfortzone, dat zijn wat enzymen op het moment dat je bijvoorbeeld dat je merkt dat je daar wat tekort aan hebt. En hoe merk je dat? Door bijvoorbeeld oprispingen of veel gasvorming. Heb ik dat in huis. Ik neem het bijna nooit, maar ik vind het altijd wel fijn om dat te hebben. Dus ja, zo wandelen we de wereld van de supplementen door. Het is een beginnetje, maar de belangrijkste boodschap is volgens mij duidelijk. Laat je goed informeren voordat je wat koopt. Koop niet klakkeloos iets. Ga niet klakkeloos iets innemen. Weet wat je aan het doen bent. Ik geloof absoluut dat suppletie belangrijk is in een wereld waarin we zulke verarmde voeding hebben. Waarin we heel veel stress hebben. Waarin we enorm belast worden. En het gewoon bijna onmogelijk is om het bij elkaar te sprokkelen. Alles wat we nodig hebben en wat ons lichaam... het schreeuwt om bepaalde voedingsmiddelen. Dus ik vind suppletie iets heel moois. Oké, jongens. Als je dit een leuke video vindt, laat dan even een reactie achter en een duimpje omhoog. En abonneer je alsjeblieft op mijn kanaal. Dag jongens, tot de volgende keer.